Hey gasten van Duncan's kanaal. Hoe heet Duncan's kanaal eigenlijk? Iets van Duncan. Iets met bananen volgens mij. Hallo bananen, mijn naam is Joost en Duncan is ziek, dus ik neem over. Yay, explosies. Oké, we zijn hier op de PM Modpack server. Hij wilde graag dat ik iets Minecraftiger speel. Het enige wat ik weet van Duncan is dat hij op PM mag uploaden. En hier op PM Modpack server, of de normale server eigenlijk. Ik heb zo weinig verstand hiervan, hè. Maar in ieder geval, op deze server heb je een hele mooie parcours die zo helemaal loopt. Dan gaan we, jongens. Het is eigenlijk op tijd, maar ik wil hem eigenlijk gewoon halen. Is dat zo? Is dat te veel gevraagd, jongens, als ik hem gewoon wil halen? Duncan zei, het maakt niet uit wat voor video je maakt. En ik heb zoiets van, ik maak gewoon een video waarin ik ga gewoon proberen te parcouren. Wat men weet van mij. Dat ik heel snel rage. En wat is nou beter voor je rage dan gezellig parkour? Ik hou het in me, jongens. Dit is heel erg gay. Ik bedoel, hi! Mijn naam is Joost en welkom bij Duncan's Bananenparty! Yay! Voor bananenparties! Iedereen houdt al wel van bananenparties, jongens. Je kan niet zeggen dat je niet van bananenparties houdt. Als je niet van En dan moet je niet gaan doordenken in die bananenparties als in bananen als in het mannelijkse geslachtsdeel. Want dat is alleen iets voor vrouwen. Vrouwen, als jullie van dat soort bananenparties houden, vrouwelijke kijkers van Duncan, vind ik dat helemaal niet erg, weet je. Whatever floats your boat. Als jij denkt van, hey, ik hou wel van een lekkere, gele, sappige banaan. Sure, man. Maar ik heb het echt over bananenparties als in de vrucht. Van Duncan's kanaal heet Bananen... Smaak HD. En iedereen houdt wel van een lekker smaakje banaan in zijn mond. Toch? Ja, ik in ieder geval wel hoor. Dagelijks ben ik wel bananen aan het... Jongens, jullie moeten nou niet gaan denken dat ik die bananen bedoel van de eerdere bananenparties. Waar de vrouwen heel graag heen gaan. Vrouwelijke kijkers van Duncan, ik heb helemaal niks tegen jullie. Jullie houden wel van bananenparties. Maar wij houden wel van vleesfeesten. Want wat is er nou beter dan een ouderwets vleesfeest? En dan bedoel ik niet het vlees wat je eet, hè? Want, en met bananenparty bedoel ik ook niet de bananenparties, althans. Oké, jongens, jullie moeten me wel blijven volgen. Ik heb het hier al over de bananenparties voor vrouwen. Dus dan heb ik het ook over de vleesfeesten voor mannen. Je hebt vleesfeesten waar je met z'n allen vlees gaat eten. Maar je hebt ook vleesfeesten waar je met z'n allen vlees gaat eten. Ik kijk nu heel intiem in mijn webcam. De mannen weten wel wat ik daarmee bedoel. Want vlees eten. Ja? Oké. Dus je hebt dus voor de mannen heb je vleesfeesten. En voor de vrouwen heb je bananenparties. En het verschil is... Bij bananenparties zijn veel meer langwerpige lichaamsdelen dan bij vleesfeesten. Bij vleesfeesten heb je ook wel hangende, uitstekende lichaamsdelen... Maar niet zoveel als op een bananenfeestje. Bananenparty. Maar, jongens, I digress. Want, zoals ik net al zei... Je hebt dus... Een bananenparty... Op Duncan's kanaal. Want... Dit is duidelijk... Bananensmaak HD. En... Bananensmaken... Heb je in heel veel verschillende soorten en maten. Je hebt... Bananensmaak... Die jump was volgens mij onmogelijk. En het is waarschijnlijk het verste wat ik ga komen. Dus bij deze eindig ik de aflevering. Jongens, als jullie van bananenfeestjes houden... En dan bedoel ik niet de bananenfeestjes waar we het net heel erg in detail over hadden... Maar de bananenfeestjes die je hier zult zien op Duncan's kanaal... Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Vond je deze video nou hoogst interessant en wil je meer random shit zien... Abonneer dan even op mijn kanaal in de beschrijving beneden. Ik denk dat Duncan wel zo lief is om dat te doen. En anders fuck jou, Duncan. Ga maar naar een bananenfeest of zo. Ik ga wel zelf naar vleesfeestjes. En ja, dit was een hele interessante video. Doei.